Ronald Aalberg, ik heb het idee dat ik het echte ADO Den Haag al een hele tijd niet heb gezien. Nee, dat klopt. Hier en daar ontbreekt er wel iets bij ons. Alleen we moeten het gewoon, proberen het gewoon elke week hoor, daar niet van. En zondag moeten we er gewoon staan. Nou is het gekke dat ik denk dat ADO wel beter kan voetballen en jij waarschijnlijk ook. Maar zolang jullie winnen, zoals tegen Dordrecht en Willem II, vind ik het ook wel helemaal niet zo erg. Nee, klopt. Maar is wat je zegt, als we gewoon winnen en hoor je niemand klagen. Iedereen is het met je eens en we doen het goed. Maar goed, voetbal is niet alleen winnen. We horen ook verliezen bij. En, natuurlijk was het een domper van vorige week. Is daar nog veel over nagesproken, over die nederlaag bij Heracles? Ik heb begrepen dat jullie eerst 2 dagen vrij hebben gehad, maar dat er daarna nog wel een bespreking is geweest. 2 dagen vrij gehad? Geen 2 dagen vrij gehad naar Heracles? Nee, we hebben geen 2 dagen vrij gehad. Oh. Nou, sorry, heb ik dat verkeerd begrepen? Nee. Meteen een gesprek gehad en hard getraind? We hebben gewoon getraind en we hebben inderdaad wel gezeten van wat er beter moest en moet voor komende weken en ook voor overmorgen. En daar hebben we conclusies aan getrokken. En ja, we moeten het gewoon laten zien. En over 2 dagen hebben we weer een kans. Dat is mooi. En we zijn er klaar voor. Wat zijn die conclusies die dan getrokken worden in zo'n gesprek? En is dan Ronald Aalberg, de aanvoerder, ook iemand die zijn zegje doet? Ik denk dat iedereen zijn zegje doet. Of het nou een linksback is, een rechtsbuiten. Iedereen moet gewoon zijn zegje doen. En, we hebben gewoon goed met elkaar gezeten en we moeten er gewoon staan zondag. Jij bent een Noord-Hollander. Is het voor jou dan speciaal geboren in Hoorn om tegen Ajax te spelen? Natuurlijk is het een leuke wedstrijd, maar vanaf kleins af aan wil ik van Ajax winnen. En of ik nou bij amateurs speelde of profclub bij AZ, maakt niet uit. Ik wil gewoon altijd van Ajax winnen en dat is dit jaar ook het geval. Ik wil gewoon winnen en dat vind ik niet alleen. Ik denk dat het hele team, heel ADO, de fans, iedereen heel Den Haag gewoon van Amsterdam wil winnen. Kun je uitleggen waarom het gaat lukken zondag, dat winnen van Ajax? Waarom het gaat lukken? We gaan vanaf minuut 1 gewoon volop kletsen en dat is iets waar ze gewoon niet van houden. En dat gaat ons helpen zondag.